Goedendag, ik ben Arjen van den Berg, de consul-generaal van Nederland in Hongkong en Macau. Ook wij doen mee aan de China Business Week, die van 27 tot 29 september aanstaande plaatsvindt. Hongkong is deel van China, en toch weer niet. Zaken doen in Hongkong is heel anders dan in vasteland China. Het Anglo-Saxische rechtssysteem maakt het zaken doen hier herkenbaar en gemakkelijk. De Hongkongers spreken goed Engels, zeker in het zakenleven. Hongkong is een hoogontwikkelde stad met vele mogelijkheden voor Nederlandse topsectoren. En Hongkong is nog steeds een brug naar het vasteland van China, de plaats waar het Westen en het Oosten elkaar tegenkomen. Hongkong verandert, helaas niet altijd ten goede, maar dat maakt de brugfunctie naar het vasteland alleen maar belangrijker. En Hongkong is goed gepositioneerd het bedrijfsleven goede diensten te bewijzen bij het bewerken van de enorme kansen die Zuidoost-Azië biedt. Ondanks de pandemie is het juist nu het moment de marktkansen van Hongkong te verkennen. Digitaal en virtueel is veel mogelijk. Het team in Hongkong heeft experts op het gebied van de circulaire economie, logistiek en infrastructuur, creatieve industrie en life sciences en health. Zij gaan graag met u aan de slag om de kansen te verzilveren die er voor uw bedrijf in Hongkong liggen. U kunt ze bereiken op hong-ea@minbusa.nl. We staan voor u klaar.